De rijstpapierplant is een sierheester die in ons klimaat al snel 2 tot 3 meter hoog kan worden. De naam heeft deze plant te danken aan het feit dat uit de stengels een soort rijstpapier wordt vervaardigd. Deze heester heeft een enorme groeikracht. Maar wat vooral opvalt, zijn de grote mooie tropische bladeren. Deze bladeren zouden een diameter van 1 meter kunnen bereiken. De jonge bladeren hebben een viltig bruin laagje, die de plant extra kleur en uitstraling geeft. Als hij bloeit, krijgt hij witte bloemen, helemaal bovenin de struik. In de herfst volgen de zwarte bessen. Het kan helaas vele jaren duren voordat je de rijstpapierplant in juli of augustus ziet bloeien. De plant kan min 12 graden Celsius verdragen. De bladeren zullen afsterven na de eerste vorst. Ook de stengels kunnen tot aan de grond invriezen. Echter in het voorjaar zal alles snel terug uitlopen. Het is verstandig om bij warm en droog weer wat extra water te geven. De rijstpapierplant is geschikt voor tuinen met een exotische uitstraling. Hij doet het bijvoorbeeld zeer goed als onderbeplanting onder bomen en hoge struiken. Dit gefilterde zonlicht is namelijk beter voor de plant dan het volle zonlicht. Deze snel groeiende plant is populair door zijn indrukwekkende bladeren. Met het grote, diep ingesneden blad is hij perfect voor de jungletuin.